Hoe belangrijk is deze week? Nou, dat is een hele belangrijke week, ja. Dus denk ik, wat is het? De week van de waarheid, hè? Lukt het of lukt het niet? En ik hoop dat het lukt. We hebben een grote asielcrisis in Nederland. 1000 mensen asielzoekers per week. Dus ik denk dat Nederland smacht voor een oplossing hiervoor. En andere belangrijke zaken natuurlijk ook. Dus er staat heel veel op het spel en ik hoop dat het lukt. Vrijdag zijn ook de CPB-doorrekeningen gekomen. Zijn alle verkiezingsbeloftes betaalbaar? Ja, ik kan niks over de inhoud zeggen nog. Daarover gaan we dadelijk praten. Maar het wordt een hele spannende en belangrijke week. Hoe stemmen de cijfers uw gemoed? Ik kan niks zeggen over de cijfers, hoe vaak u het ook vraagt, die zijn nog geheim. Asiel is overduidelijk een van de belangrijkste onderwerpen voor u. Hoe moeilijk denkt u dat uw onderhandelingen gaan worden deze week? Nou ja, weet u, het is bijna 15 mei. We zijn er nog niet uit. Dus ik zou jokken als ik zeg dat het makkelijk is gegaan. Maar vaak onder tijdsdruk lukken dingen misschien nog. Dus ik hoop dat het wel helpt dat we die deadline naderen. En ik denk ook dat we wel hopelijk allemaal van goede wil zijn om er ook uit te komen. Maar makkelijk is het niet. Dus, maar de wil is er volgens mij wel. Dus wij gaan in ieder geval ons best doen om te proberen om eruit te komen. En nogmaals, asiel is voor ons echt nummer 1. En heeft u inmiddels al een premier op het oog? Ga ik u ook nog niks over vertellen. U moet wel een beetje lachen. Nou ja, omdat ik vind op zich geen rare vraag, maar ik kan er niks over zeggen. Het kan nog alle kanten op, wat dat inhoudelijk zeg maar. Qua premier of... Qua premier. Nou ja, we staan hier nu, ik doe mijn best en ik denk dat iedereen zijn best doet. En ik hoop dat het lukt, ik heb natuurlijk geen garanties, maar ik hoop dat het lukt, want er zijn grote problemen in Nederland, waaronder die asielcrisis. En ik denk dat Nederland smacht om een stevige oplossing daarvoor. Maar meneer Wilders, u moest net lachen over die premiersvraag. Bent u al met een beoogd premier ook in gesprek of met beoogde premiers? Ik kan er nog niets over zeggen. Dus het is vervelend dat ik steeds bij u moet zeggen dat ik er niks over kan zeggen. Dat maakt me helemaal niet uit. Okay. Ja, maar dat zijn wel vragen die leven. Ja, nee, zeker. Hoe ver bent u daarmee? Ik begrijp uw vraag heel goed. Maar ik kan er nog niks over zeggen. Kunt u dan een vraag waar u misschien wel antwoord op kunt geven. De vier partijen, verwacht u dat ze alle vier gaan springen de komende weken? Dat ze echt aan boord blijven? Nou, om het te laten slagen, moet dat. En als dat niet gebeurt, dan lukt het niet. Dus ik hoop maar dat gebeurt. En dat we allemaal over onze schaduw heen springen om het te laten lukken. Ik moet nu naar binnen, anders ben ik te laat. Dank u wel.